Mijn favoriete onderdeel, de blush. En hoeveel kleuren zijn er? Kijk eens, wat ontzettend mooi. Voor ieder wat wils. Met een blush draait het er nou eenmaal om, wat vind je mooi? Wil je glanzend of mat? Nou, daar kunnen we heel makkelijk in zijn. De soft abricot, oh die staat trouwens heel mooi bij mijn oogschaduw, kijk. De soft abricot is de enige matte blush. De overige kleuren hebben allemaal een hele mooie satijnglans. Een hele zachte, subtiele glans. En eigenlijk vind ik dat het met bijna alle huidjes wel het mooiste is. Omdat het een hele frisse, gezonde uitstraling geeft. Heb je nou een onrustige huid of een huid met heel veel plekjes of oneffenheden? Ga dan voor de matte tint. Die overigens ook fantastisch is als oogschaduw. Ik heb mijn oog laten vallen op de rose. Ik ben helemaal geen roze meisje, maar als we het over blush hebben, dan vind ik dat een roze tint, ongeacht welke kleur het is, eigenlijk bij iedereen staat. Het maakt heel fris en het maakt niet Barbie of popperig, maar gewoon lekker gezond. Ja, want wat is nou het verschil tussen een blush en een bronzer? Een blush geeft lekker wat kleur in het gezicht. Sprankeling, het zonnetje in huis, het haalt je hele gezicht op. Ik laat het gewoon zien. Hou hem op zijn kop, tik een klein beetje product in je dekseltje en ga dan vanuit daar werken. Je gebruikt hier uiteraard de blushkwast voor. Lekker fluffy, lekker zacht, want je wil geen harde stempels in het gezicht, geen harde lijnen. Het mag heel lekker luchtig en natuurlijk zijn, dat mensen niet zien dat je uit een potje gesnoept hebt. En eigenlijk ga je gewoon eventjes een beetje zo deppen. Je pakt wat kleur op. Ik vind het zelf fijn om dan nog een klein beetje te verdelen boven het roostertje. Want ja, je pakt al gauw te veel. En alles wat dan terugvalt in het dekseltje kan ik morgen niet gebruiken. Die fijne blush, die doe je aanbrengen op het appeltje van de wang. Het appeltje van de wang is dat rondje wat tevoorschijn komt als je naar jezelf lacht in de spiegel. Juist. Des te meer je naar voren gaat, des te boller de wang wordt. Dus hou daar rekening mee. Een blush geeft nou eenmaal een lekker kleurtje. Ik ga het gewoon even laten zien. Je maakt hele zachte, luchtige bewegingen. Zie je? En dan zorg je ervoor dat het appeltje van de wang een lekker kleurtje krijgt. Maar je laat hem ook gewoon, hup, doorlopen naar achteren. Mee in de bronzer. Want een bronzer of een shaper doe je eerst op. Het gezicht, de contouren bepalen. En daarna ga je lekker wat kleur aan het gezicht geven door die blush. Zorg dat hij niet te hoog gaat. Dus ik maak hier altijd nog even schoon. En wil je hem wat verder naar voren of niet, is afhankelijk van je gezichtsvorm. Ik wil eigenlijk altijd gewoon een lekkere, frisse toet. Die mijn ogen ook versterkt. Want ja, dat is bij mij altijd heel duidelijk. Als ik mijn make-up op heb, mijn foundation, dan wordt mijn gezicht prachtig mooi, stralend en egaal. Maar ik heb echt wel wat kleur in mijn gezicht nodig om er levendig en fris uit te zien. En dat doet echt een bronzer. En de juiste kleur bronzer laat je ogen ook nog eens extra knallen. Maar goed, ik zit nu natuurlijk lekker in de make-up. Mijn ogen vragen al alle aandacht. Ik heb nu gekozen voor een zachte, lichte roze kleur. Die net even wat meer leven in de brouwerij brengt. Appeltje van de wang. En zorg dat hij lekker doorloopt in de bronzer. He, dat hij niet stopt. Geen harde lijnen willen we. Dat is echt een tik van mij om altijd ook nog even naar de andere kant te gaan. Waarom ik dat doe? Ik weet het niet. Dit gedeelte lekker licht houden, niet aankomen, gewoon lekker je foundation aanbrengen en that's it. En wat ik nu doe met die kabuki kwast, kan dus uiteindelijk straks ook het blenden en samen laten smelten door een finisher te gebruiken. En dat doe je dan met zo'n grote kwast. Oh, en weet je wat ook nog heel leuk is? Dan ga ik je toch nog even een tip geven. Al die mooie kleuren zijn ook super geschikt om te gebruiken als oogschaduw. En hoe mooi is het als de kleur op je wangen terugkomt op het oog. Je kan ook het poeder op de lip deppen en daarna nog even met een lipglossje eroverheen. Dan krijg je echt gewoon een hele mooie lipgloss eigenlijk, zelf gemaakt. Ik zou zeggen, stralend de dag in met een blush. Kijk op de website of bel of app met Mintens om te vragen welke kleur bij je staat. Of bestel een testersetje, dan kan je het lekker proberen. En dan ga je voortaan ook stralend de dag door. Tot de volgende keer!